Welkom bij aflevering 24 van Henniesee. Misschien moeten we maar eens denken aan zijn hulphond in de spit. Die veel kan doen hoe we moeten scoren. Wat een klojo die Dirk Vermicelli. Gaat die met zijn 80 kilo op de been vergrond liggen. Binnenband beschadigd. Normaal kun je zoiets plakken, maar bij hem gaat dat niet. Die zien we in een paar weken kwijt. Favoriete speler heb ik niet gezien. Maar mentaliteit en werklust heb ik wel gezien. PSV, wat een toestand daar in Eindhoven. En PSV hebben ze een rode oorbel in de kleedkamer gevonden. Jongen, jongen, het moet er niet gekker worden. Zegt die speler Bart Rammelaar, die wil ik wel hebben. Geef ik wel aan mijn neef, die is nicht. Gisteren was ik nog in Eindhoven, had ik kapotte lampen nodig voor mijn donkere kamer. Liep er nog zo'n kerel voor het stadion met zijn spijkerbed op zijn rug. U bent zeker vaak hier. Nee, zei hij, dat is de eerste keer. Ik zei tegen die trainer van PSV, hey Philips, hoe doen we dat vanavond met het eten? Kook u of uw vrouw? Vroeger schreef je een brief naar Eindhoven, maar je kon ook bellen. Tegenwoordig had iedereen een e-mailadres. Scheidsrechter Jochem Kamphuis uit Groningen. Dat is geen thuisfluiten, want anders ga je niet in Groningen wonen. Hij zit er wel warmpjes bij, hij heeft een eigen gasbel. Voorspelling? Ja, ik heb er niet zo'n goed gevoel bij weer. We wachten af, ik zeg niks. Werklust en conditie zullen misschien de doorslag geven. Ja, is toch wat met die gesloten trainingen? Hak het dicht, mag je de supporters niet meer kijken. Onmogelijk! Nou moeten ze thuis stof zuigen of ramen schemen of met het wieven naar de Lidl of naar Jan Linders natuurlijk. Erschrikkelijk! Onmogelijk! En dat alles is de schuld van de Peter. Erschrikkelijk! Onmogelijk! Schade! Alles de schuld van de Peter. Ik heb zondag ook nog een top zondag gehad door de visite van Tim Jansen, een vaste kijker. Ja, misschien is dit wel de laatste keer dat we hier opnames maken, want ik heb gesolliciteerd voor burgemeester in Arnhem. Alles de schuld van de Peter. We hopen zaterdag weer het beste en we zien elkaar weer. Hoi!